Twee landwachters waren door de zogenaamde ondergronders gevangen genomen en ergens verstopt. Die vrouwen van die twee landwachters die zaten op een gegeven moment op het Raadhuisplein bij de lantaarnpaal. En op een gegeven moment kwam de SS voorbij en die vrouwen hielden zich aan en vertelden dat die mannen van hun ontvoerd waren. Die Duitsers zijn toen naar de burgemeester gegaan en toen is er een ultimatum gesteld. En dat de stadsomroeper ging om 12 uur rond en mijn vader en ik, wij kwamen met de fiets samen thuis en toen hoorden wij, als de twee landwachters niet voor 1 uur bevrijd zouden worden, of althans losgelaten worden, dan zou er een fusillatie zijn van burgemeester Monen en de twee jongens Hofmans. Dat was verschrikkelijk natuurlijk, want vooral Joop Hofmans, die kenden wij goed. Dit hadden we in Waalwijk nog nooit meegemaakt. De burgemeester die woonde vlakbij het raadhuis. En toen begonnen ze bij mevrouw Monen voor de deur de passen uit te zetten voor het fusilleren. Dat wilde de burgemeester absoluut niet hebben. En toen heeft de burgemeester gezegd dat ze het wel achter het stadhuis, achter het raadhuis, zouden kunnen doen. Maar niet bij zijn vrouw aan de voorzijde, bij hem voor de deur. Maar toen een poos nadien hebben wij duidelijk in huis de schoten gehoord dat ze doodgeschoten werden. We waren stil, hè, met eigen gedachten van dit is iets vreselijks. Het is heel belangrijk dat er een documentatie is dat de jeugd weet wat er altijd nog kan gebeuren. Zo stonden we nog wat met z'n allen te praten en opeens zagen we daar op het broekeind Engelse tanks aankomen. Nu ga ik maar toch maar vlug naar ons moeder, zei Mien van de Wateren, want dadelijk beginnen ze misschien te verschieten en te vechten. En wij gingen met z'n allen de schuilkelder in. Behalve onze Frans. Die ging in de mais staan om te kijken. Toen hoorden we steeds schieten. We zullen maar even wat bidden, dan worden we allemaal wat rustiger, zei ons moeder. In de schuilkelder konden we met om de anderen tegenover elkaar zitten. Even later zei onze Frans, nu komen over de velden allemaal Duitse tanks aan. Ze zijn al over de loop. Het zal er dadelijk op gaan. Ja, hier was die sloot zo naar achteren. Die sloot was dieper gemaakt en, ja, en breder. Hè? En dus het was het begin van de dus dat we allemaal in konden.
Eerst wisten we gewoon niet wat er aan de hand was, hè. Maar toen we al die tanks er zagen, want er was niet te geloven, die waren daar allemaal. Die kwamen ze aan door de velden. Toen stonden we allemaal buiten, in het veld. En de tijgertanks tussen ons en het huis. En ze reden zo dicht mogelijk achter de huizen door. Dan vielen ze minder op. Waar zullen we toch blijven? We zullen naar ginds, naar de bossen vluchten. En dan naar Nune, naar de Engelsen. Er werd zo ontzettend geschoten, dat wij daar met z'n allen tussendoor gelopen hebben. En niemand gewond geraakt zijn, is niet te geloven. Ineens kwam er bij Buismanven een paar Duitse soldaten bij ons. En wij mochten niet meer verder. We moesten daar gaan liggen of zitten. Onze Frans ging zo een eindje aan de kant zitten. Ons moeder zei, blijf toch hier, dadelijk schieten ze je dood. Vluchten en vluchtelingen. Als ik daarover hoor, denk ik terug aan ons. Aan de kinderen waar we niets voor bij ons hadden. Geen kleding, geen eten. 'S Morgens vroeg, onze vader die ging, die zei, en de buurman, zullen we eens proberen of we naar huis kunnen. Maar toen kwamen er al mensen uit Nune en die zeiden van, je bent vrij. Maar in Gerben zijn wel dooien gevallen. Ja, bij de Lauw. En oh ja, daar waren onze buren aan de andere kant. Nou ja, en daar in de Dreef lag het nog vol met munitiekisten en alles lag er nog. En ja, toen kwamen we daar langs de Lauw. En het huis was afgebrand en daar lag er nog te smeulen. Maar we zagen niemand niet. De moeder was dood, maar de vader was dood. En de oudste zuster is blind gebleven. En ze waren, die anderen waren zwaar gewond allemaal ook. Maar die hebben dan nog een tijd en later zijn ze teruggegaan. Maar ze hadden geen huis meer, ze hadden niks. En ze hadden geen ouders meer. Dus het was wel heel triest allemaal, ja. Kijk, maar omdat de kinderen dat even al niet zo meegemaakt hebben, denk ik, zoiets dat moet ik nou opschrijven voor hen, want dat is zo geweest is. Niemand weet aan mijn kant, hè, dat zo is gebeurd. De oorlog, dat heeft me, denk ik, erg aangegrepen en ik heb er, ja, er is ook van alles gebeurd. Ook. En ik was er altijd bij omdat ik de kleinste was. Ik hoorde alles, hè. Ja, iedereen comfortabel? Ja. Oké. Okay. Hartelijk welkom op deze tour van Battlefield Discovery. Ik had mijzelf al even eerder aan jullie voorgesteld. Ik ben Edwin, ik ga jullie vandaag rondleiden. We hebben vandaag een vrij speciale tour, die heeft wat te maken natuurlijk met operatie Market Garden. We gaan een aantal plekken af waar heel hard is gevochten in die dagen in september 1944. En op die plekken zal ik jullie vertellen wat daar is gebeurd. Eventueel, waar het mogelijk is, zal ik jullie nog wat sporen laten zien van de gevechten zelf. Het is ongeveer 11 uur 's ochtends als de heilige mis is afgesloten. Die Duitsers die schreeuwen nog tegen de burgers van neem dekking, wegwezen van de straat en die racen op hoge snelheid deze kant op. Op het moment dat die Duitse truc ongeveer hier is waar wij nu staan, klinkt een enorme knal, want er komt net een voorste Britse tank om de hoek. En je kunt zien, er zit hier een aardige bocht, dus je kunt niet ver kijken hier. Dus die zijn behoorlijk dicht bij elkaar. Maar die Britten die krijgen die Duitser in de gaten en schieten een kanonschot af met hun voorste tank. En kregen een voltreffer op die Duitse truc. Dat ding explodeert en 6 Duitse soldaten sneuvelen in dit incident. Nou, en een van die soldaten was mijn vader. Jouw vader? Ja, die zat op die truc. En ik heb uit hele goede bron een zoon van een mevrouw die heeft mij verteld dat mijn vader inderdaad die kerkgangers heeft gewaarschuwd. Je meent het? Ja. Dat is iets verder, dat huis. En als ik het helemaal goed heb, ik ben er ooit één keer geweest, is mijn vader hier begraven geweest, langs de heg. Jee, mag man, wat een verhaal. Maar ja. Was jouw vader Duits? Mijn vader was bij de NSB.
Bij de NSB, dus dat was een Nederlander in Duitse dienst. Dat was een Nederlander in de Duitse dienst. En mijn moeder ook trouwens. Ja. Alleen goed, mijn moeder deed geen dienst natuurlijk. Nee. Maar die is hier omgekomen, ja. Jemig, wat een verhaal. Ja. Hoe ben je er dan te weten gekomen? Er is een man in Deurne die heel veel onderzoek heeft gedaan, of nog doet, naar Duitse en NSB-militairen die hier zijn omgekomen. Ja. De interesse in de oorlog, dat was als kleinkind al. Soldaat spelen, dat kent iedereen wel natuurlijk. Maar interesse die groeide en die groeide. En ik ben het puur op de persoon gericht. Dus archieven en ik kijk veel wat de mensen precies in de oorlog gedaan hebben. En het mooiste om te doen is om een onbekende uit de anonimiteit te trekken en van onbekende soldaten uiteindelijk een naam te krijgen op het kruisje. Dat is het leukste om te doen. Niet zo heel lang geleden kreeg ik een artikel onder mijn ogen van een Martin Reuser. Die vertelt over zijn tijd toen hij kind was. En in een NSB-gezin en hoe hij daarmee omging. Maar ik ben het verhaal aan het lezen en ik meen, het was een uur of 11, half 12 s'avonds. En ik lees het artikel. En tijdens het lezen denk ik, ja, die man die ken ik. Die waar hij over vertelt, die vader. Ja, die ken ik. Uit mijn archieven komt het gewoon heel bekend voor, de naam en eigenlijk alles. Nou, ik heb dus 50 jaar toch wel gezocht. Ik heb van alles geprobeerd. Het Rode Kruis. Ik ben naar Duitse kranten gegaan, naar Duitse radio. Films op tv over de Tweede Wereldoorlog. Altijd kijken. Loopt die ertussen? Kan ik daar nog weer informatie uithalen bij de filmmakers? Het is voor mij nog steeds een geschenk uit de hemel, hoewel ik totaal niet geloof, dat er dan s'avonds, zondags of zaterdagavond om 11:45 iemand opbelt met allemaal gegevens over mijn vader. Vroeger was ik er alle dagen mee bezig, of elke week wel, of iedere maand wel. En nu, jouw informatie heeft rust gebracht, moed. In principe, ja, hoewel dat lastig is voor mij in ieder geval, aangeven dat het einde van hem was. Ja. En dus het zijn nu nog maar momenten dat ik heb, ja, ook als ik hier ben wel, dat ik dan denk, ja, ligt hij daar wel? Dus, maar door de bank genomen heeft het me heel veel opgeleverd, heel veel rust.